Hey, hallo. Hey, welkom bij een nieuwe video. Ik sta hier, want ik zie een prachtig mooie neushoorn. En hij is weg. We gaan verder. Hey, hallo en welkom. Vandaag zijn wij weer beland op ons prachtig vliegend eilandje, Robin. Nee, we zijn niet op ons prachtig vliegend eiland. Je bent op mijn vliegend eiland. Wat doe je hier? Dat dacht ik, ja. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Jij zei, kom hierheen. Eigenlijk wilde ik heel ergens anders naartoe. Nee, weet je wat? Ik had een leuk idee. Ik dacht, we zijn altijd in oorlog met wie het mooiste eiland heeft. Ook al weet iedereen natuurlijk dat mijn eiland het leukste is. Maar ik heb meer geld. Ik hoorde dat er een casino is geopend. En dat wij al ons geld dat we hebben... Ja, en ik weet dat jij 300.000 euro ongeveer hebt inmiddels. Dat klopt, ja. Heel oneerlijk. Helemaal vals gespeeld heeft die Robin weer natuurlijk. Maar ik dacht, laten we naar het casino gaan en dan al jouw geld opmaken. Nou, niet alles, maar wel veel. Merendeels. Ja. Oké. Robin, we zijn aangekomen in het casino. In totaal 2 keer 1 bloem, 400 of normaal rad, 2... Kijk, daar heb je de casino-eigenaar al. Hier. Hallo. Hallo, welkom. Hij moet welkom zeggen. Nou, wat is de bedoeling? Weet ik ook niet. Wat willen we doen? Geld winnen. Robin, ik heb aan hem gevraagd dat we het legendarische rad voor 15.000 euro gaan. Oké. Jij betaalt hem. Jij peet hem 15.000 euro. Ja, en dan gaan wij aan het rad draaien. Ja, maar let op, want dan gaat hij aan het ding draaien. Maar... Nou, ik ben benieuwd. Oh. Ja, hier. Nou. Oh, wat heb je gekregen? Een netherite chestplate! Ik wil ook. Ik ook. 15.000. Hier, 15.000 heb ik overgemaakt aan hem. Kom maar. Een zadel! Lekker! Nee. Lekker, ik ga nog een keer. Waarom krijg jij nou een goede chestplate? En nog ik een zadel. Keer. Hoppa. Als jij weer wat goed krijgt, word ik echt boos. En wat is het? Oh, een wolfspanei. Oh, dan kan je... Ik heb ook een nieuwe wolf. Dat is die wolf die ik vermoord heb. Ik ga het nog 1 keer betalen. Dan kan je die terugkrijgen. Hier, nog 1 keer. Ik heb hem betaald. Ik wil nog eens. Komt-ie. Ik krijg... Do you want some food? Wat zit erin? Wacht, ik heb... Wat zit erin? Steak, pork chop. En 22 moorden. Dus waarschijnlijk heel veel eten. Ik ga nog een keer. Oké. Oh, de diamond set! Nee, de diamond set! Nee! Wat zit erin? Ja, diamond boots, diamond leggings, diamond chestplate en diamond helmet. Oh mijn god, mag ik 15.000 euro van je lenen? Ja hoor. Ah, toch. Hij dat aan hem... Oh, een zombie head. Die is van mij. Wilde jij nog een keer... heb je al... Huh? Heb je nog een keer betaald? Nee, maar... Betaal maar 15.000 euro aan hem, dan... Ja, ik heb het betaald. Claim ik het. Oké, komt-ie. Twee... Keer goed rad. Je hebt 2 gratis dingen. Hier, kijk, hier, 2 keer het goede rad. Ik lever ze in bij hem. Kom maar. Wat een leuk kom systeem. Maar met het goede rad. Ik krijg een enchantment boek en het is sharpness. Oh, en een finish that smelting. Blok of coal. Heel veel coals. Wat okay, leuk nou, van deze guy. Deze guy heeft een casino gemaakt. Ik doe nog 1 keer. Keertje. Deze guy heeft gewoon een casino gemaakt. Het is echt verslaafd. Ik kijk. Oh, nee, geef hier. Ik was zelfs automatisch farm aan het kijken. Moet je zien. Toen was ik echt van impressed. En toen pakte ik per ongeluk dat ding op. Kijk, en nu gaat hij weer terug. Mag ik alsjeblieft mijn helm terug? Nee, maar ik ben... Wacht even, dat is nu nee, heel erg mijn nee, helm. Nee. Kijk wat een goed systeem dit is. Ja, ik zie het. Wow, ik vind het cool, man, die farm. Ik wil mijn helm. Ik heb een helm. Nee, hier is je helm. Prima. Waarom krijg jij nou weer die goede dingen? Ik ga voor het goede rad. Aqua protection. Hier, ik ga betalen voor het goede rad. Ik heb 5.000 betaald. Ja, komt-ie. Better luck next time, 1 diamond. Ja, wat is dit nou weer? Kom op, okay, nou, gamer. Max, ik vind het hier genoeg. Maar ik heb gehoord uit betrouwbare bronnen dat er nog een casino is. Daar willen we ook even naartoe. Ah, nou, ik geef dit casino een dikke 10, gamer. Ja, gamer, ik ook. Akkeboy. Goed casino. Max, we zijn bij het volgende casino aangekomen. Ja, dit is een buitencasino. En het is drukker hier, zie ik nu ja, al. Ja, het is best wel heel erg druk, ja. Kijk, we komen hier bij Jaki Paki. Jaki Paki? Jaki Paki. Oké, hij is nu al druk in aanbouw, zo te zien. Ja. 1 keer 5, 5, 5. 2 keer. Oké, 3 keer is heel duist. 1 bloem. Iron. Oké, maar wat is dat bloemen? Dat snap ik niet helemaal, dat bloemensysteem. Ja, nou, dat is dan... Even kijken. Dan boomhield hij deze 3 grasblokjes, zeg maar. En hoeveel, het aantal bloemen wat daarop komt, dat staat voor een prijs. Ah, 1 bloem is... Oh, wacht, dat is aan de kant. 1 bloem is 3 blocks of iron. 2 bloemen is 6 diamonds. 3 bloemen is... Ah! Snap je? Wacht, ik ga het gewoon 1 keer doen alvast. Ja, doe het 1 keer. Ik heb hem 555 betaald. Komt-ie. En... 0. Ja, helemaal niks. Dus je wint niks? Nee, nou win ik niks. Oké, dan ga ik hem ook betalen. Ik heb hem ook 555 betaald en ik krijg... Ook helemaal niks. Dit voor scam! En wat betekent 2 keer is... Ik ga hem gewoon 3 keer doen. Ja. 1. Niks. Leuk. 2. Oh, een bloemetje! Dan krijg bloemetje. Ik 3 ijzeren blokken. Dan krijg ik 3 ijzeren blokken als het goed is. Wat een leuk systeem dit. Ja, toch? Alleen 3 bloemetjes is toch niet te doen? Dat gebeurt toch bijna nooit?
Nee, bijna niet. Maar dat is geen iron, hè, meneer? Dat is geen ijzer. Oh, hij wilde je bijna oplichten. Kijk, de man wilde je oplichten. 3. Dankjewel. Oh, wacht eens. Nou mag ik nog 2 keer, volgens mij. Of 1 keer. Nee, sowieso nog 1 keer. Oh. Kijk, ik laat wel even zien hoe het moet. Ja, doe maar. Ik heb hem betaald weer. Kom maar. Nog een keer. Doe in 1 keer 3 keer. Nog een keer. Zo. Oh. Ja, maar dit is vals. Dat, hij doet hem daar. Oh, dat zag ik. We worden opgelicht. We worden door Yaki-Paki opgelicht. Omdat hij ons oplicht, doe ik nog 1 keertje. Ja, nu ben ik er klaar mee. Ja, ik doe nog 2 keer. Nou, ik heb hem 2 keer betaald. Dan gaan we. Kom maar op, Yaki-Paki. Nee. Kom maar, nog een keer. Kom op. Ja, laat maar zitten, Yaki. Hey, Yaki. Yaki, ik trek je zo over die balie, Yaki. Yaki over de balie. Nou, Robin, laten we teruggaan naar ons eigen eiland, oké? Ja. Ha, wat voelt het... Oh, dit is de doodsdeur. Wat voelt het fijn om weer terug te zijn op... Oh, dit is de verkeerde kant. Wat voelt het fijn om weer terug te zijn op mijn eigen eilandje? De bomen zijn gegroeid. Mijn hond, hoe heet mijn hond ook weer? Sjors, volgens mij. Volgens mij had Justin hem Sjors genoemd. Ik weet niet hoe jij je hond hebt genoemd. Maar, ja, Max, ik moet wel zeggen, door die casino's heb ik wel het idee gekregen om misschien ook wat te doen. Ook iets van een spelletje of zo. Dat lijkt me een toch leuk. Een spelletje op jouw eiland te creëren. Ja, dat lijkt me wel leuk. Dat is misschien wel leuk als je dat doet. Daar kom ik ook wel een keertje langs. Ja? Want ik ga even kijken wat ik in mijn chocoboxes heb. Oh ja, ik ook. Ik heb een chocobox met KO, staat er. Kool. Oké. Met 14 koolblokken. En dan heb ik een chocobox. Die gaan we gelijk /MP-cell voor 5000 op marktplaats zetten. Oh. En dan nog een chocobox met erin. Wow, dit is echt vet veel eten. Oké, die chocobox ga ik gewoon even herorganiseren. Zoals dit. Oh my days, ouwe. Deze chocobox gaan we neerzetten. Die gaan wij hier neerzetten. En dan is dit mijn etensbox. Nou, ik heb ook een chocobox gekregen. En wat zit daarin? Een hele enchanted diamond set armor. Ja, hallo. En jij hebt al die helm en dinges. Kan ik iets van je lenen? Jij mag... Nou, weet je wat, Max? Omdat ik in een goede bui ben vandaag... Ja. Wil ik jou wel wat geven. Oké. Ik kom even naar je toe. Ik kan hier toch bouwen. Kijk eens, alsjeblieft. Dit vind ik leuk dat ik dat van jou krijg. Dan... Geen probleem. Alleen de helm krijg ik terug, want ik heb een zombiehoofd. En ik wil eigenlijk een lantern op mijn hoofd. Dus die wil ik ook niet. Maar wacht, deze wil ik wel hebben. Vriendelijk bedankt. Ik ga terug naar mijn eiland. Ik ga heel even de kijkers uitleggen wat ik vandaag wil gaan doen. Weet jij het al? Ja. Ik heb al gewonnen zelfs. Je hebt al gewonnen. Ja. Oké. Nou, dan leg ik in ieder geval wel vast uit wat ik wil gaan doen. Want ik wil vandaag beginnen, dames en heren, met een mooi gatje maken in de grond. En denk je, ja, maar je hebt net alles hier helemaal volgebouwd. Ja, dat klopt. Maar nu gaat het dus wel weer wat weg. Want we gaan beginnen met een ander deel van ons eiland. En wat wordt dat deel? Dat wordt eigenlijk heel ver naar onder. Of in ieder geval heel ver naar onder. Ja, ik zit op I-83. Dat betekent dat ik best wel wat naar onder kan. Maar omdat je... Uiteindelijk, ik zal heel even namelijk... Kijk, zoals jullie zien heb ik nu hier de border aangezet. En nou zien jullie dat ik nog maar een paar blokjes verwijderd ben van die border. Dus ik kan helemaal niet zo heel veel meer bouwen. Wat betekent dat ik naar boven en naar onder moet? Nou vind ik naar boven niet zo'n heel leuk idee. Had ik eigenlijk wel moeten doen dat ik hier dit gebouw eigenlijk heel hoog had geplaatst. En dan had ik allemaal verschillende lagen kunnen maken. Maar we kunnen nog naar onder. We kunnen nog heel ver naar onder zelfs. En dus ga ik dat ook doen met een gat in de grond. En dan ga ik hier nog steunpilaren maken, het een beetje aankleden. En dat is mijn plan voor deze aflevering. En wat is jouw plan, Max? Jee, maar terwijl jij dat allemaal hebt uitgelegd aan jouw kijkers, ben ik daadwerkelijk gewoon mijn plan uit gaan voeren, weet je? Ik zie al dat jij niet zo erg goed snapt hoe je dit soort dingen moet doen, zeg maar. Hoe je gewoon een skyblock moet runnen, je eigen eiland. Kijk, jij bent het aan het uitleggen en gaat het dan doen. Ik doe het. En leg het uit terwijl ik het doe. Daarom ben ik al altijd 1 stapje verder dan dat jij bent. Ja, ik weet niet wat je hiermee wil bereiken, maar het lukt niet. Waarom zijn we altijd zo competitief? Competitief, is dat een woord? Waarom zijn we altijd zo tegen elkaar tijdens de Skyblock-opnames? Het is gewoon een beetje gemeen zelfs aan het worden op het moment. Ja, maar het is gewoon een strijd. Ja, dat klopt. En ik snap dat je gefrustreerd kan raken dat iedereen voor mij is. Dus zonder dat je dat zou... Kijk, 2000 van Beunholzi gekregen. Beunholzi. Ja, je koe gaat aan de kant. Ondertussen, jullie hebben het misschien ook kunnen zien, maar zijn er ook wat koeien op mijn eiland gespand. En ik heb geen idee hoe dat kan. En Max die noemt me weer een cheater. Ja, jij cheat alleen maar. Dat is gewoon minder leuk voor het spelletje. Oh ja. Ja. Nee, jongens, maar in de tussentijd, mijn plan... Ik ben even het dakje lekker aan het bouwen op mijn prachtige eilandje natuurlijk. Ik dacht, weet je... Het heeft nog niet echt een mooi dak. Dus laten wij dat dan maar gewoon creëren. En dat is het. Meer kan ik ook niet vertellen. Dat is letterlijk op het moment mijn planning. Nee, leuk. Klinkt leuk. Ja, dat is gewoon letterlijk wat er gaande is. Gewoon zoals dat mijn planning. Ja. Mooi, nee, leuk. Dat kan ik het niet maken. Nee, dat blijkt. En het gaat ook niet heel veel leuker worden, moet ik zeggen hoor. En nu doe je gewoon stom. Nu ben je echt gewoon
Het is de druppel. Wat voor druppel? Nou, weet ik niet, de natte. Er moet één boom moeten toch gaan, jongens. Deze boom die staat zo erg in de weg. Die heeft Robin ergens 2-3 afleveringen. Heeft hij die geplaatst? Ik kon niet meer praten, sorry. En ik dacht, het staat wel leuk, maar nu na overleg en toch even... Waarom zijn er 12 kikkers op mijn eiland? Ja, jij hebt die frog expans van mij gejat. Oh, die zijn uitgekomen. Waarom zijn er 12? Ik heb eentje geplaatst. Ja, dat zijn er toch altijd meer met kikker... 12! Ik ga er meer plaatsen. Nou, weet je wat ik kwijt ben? Want ik ben weer zo heel slim geweest dat ik al mijn items ben kwijtgeraakt. Oh mijn god, Ik ben al mijn kool kwijt. Lekker voor je. Je verdient kool niet. Dus wat dat betekent, dan ga ik eindelijk eventjes gebruik maken van de mine. Want we hebben natuurlijk een openbare mine, daar ga ik nu maar eens even naartoe. Hé Robin. Ja? Weet je wat wel lekker is? Er zijn maar 10 mensen online. Weet je hoe dat komt? Omdat het wat later op de dag is, Max. Het is 12 uur 's avonds. Ja, daarom. Voor als je afvraagt waarom het zo rustig op de server is. Het is... Hey, ik heb een zombie hoofd op. Het is 12 uur 's avonds. Zo, ondertussen zijn we dus bij het mining eiland. En wat het voordeel nu is dat er zo weinig mensen zijn, is dat eindelijk een keer die mine hier een beetje vol is, Max. Ja, en dan ben jij daar weer om daar profijt uit te halen, zeker. Nou, ja, klopt. Slim. Dat doe je slim. Kijk, ik ben er 9 van 10 keer geweest flink... dat het vol was. Ja, dat doe je dus echt zelf. Kijk, we kunnen zelfs gold hier nu pakken. Allemaal iron. Ja, dit is leven. Ja, dit is het leven. Dit is het hoogtepunt van het leven voor jou. Ja, dit is eindelijk het leven. Niet, want... dit is hoe het leven wordt. Ja, inderdaad. Inderdaad. Er ligt zelfs allemaal redstone, Max. Wat heb je eraan? Niet zo heel veel. Maar, het is wel fijn dat het... Kijk, zelfs hier. P.A. Burnalsie. Nee. Dat is een foutje. P.J. Beunhazi, die heeft net wat diamonds voor mijn neus weggehaakt. Ja, dan is het dus niet zo rustig als dat je denkt. Nee, die Beunhazi die is er. Maar ik kwam hier voor kool en ik heb kool, dus we gaan voor kool. We gaan voor kool. We gaan niet voor goud, maar we gaan voor kool. Precies. Hout hebben we helemaal niet nodig. Kijk, dan lopen we een rondje in de mine en dan komen we boven en dan is de kool weer gerespawned. En dan denken we, weet je, dat nemen we dan wel gewoon weer mee. Ondertussen ben ik weer level 30. Zo, het eerste randje van mijn dak is klaar, jongens. Laten we even vanaf beneden kijken. Dat heb ik nog in één keer gedaan. Oh, ik had per ongeluk een meloen. Oh, dat was niet de bedoeling. Oh, nee. Ik heb een meloen verspild. Ah, zonde, weet je boeien. Hoe ziet dit eruit? Het ziet... er vliegt hier een lens. Die moeten we weghalen. Oh, dit ziet er leuk uit, jongens, al. Ja, man. Dit is leuk. Dit is precies hoe ik het wil hebben. En nu kunnen we daar bijvoorbeeld lanterns aan hangen en zo. Maar dan hebben we ook kettingen nodig. Hebben we daar genoeg ijzer voor? Niet echt. Dus laten we heel even op marktplaats kijken. Ook al heb ik niet meer heel veel geld. Mensen verkopen het wel, maar voor heel veel. En ik heb al mijn geld in het casino verspeeld. Dus dat is een beetje zonde. Heb je wat nodig? Ja, op zich wat geld misschien. Ja, krijg je niet. Jammer weer. Dit vind ik spijtig. Ja, deze kijk of... Ja, dit gaan we kopen. Hoppa, hier. Ik heb 2000 euro uitgegeven voor 4 blocks of iron. Ik moet namelijk wat chains hebben, zoals dit. Juist. Hoppakee. Want, jongens, nu kunnen wij hier bijvoorbeeld zo een ketting aanhangen. En dat ziet er gewoon zo ontzettend clean uit als we dat op deze manier doen. Kijk nou. Dit is toch... Ja, dit is perfect. Perfect. Hey, er zwemmen kleine tadpoles rond. Kleine kikkervisjes. Wat schattig. Ik heb nog nooit een kikkervisje in Minecraft gezien. Maar ze zwemmen hier rond. Ze hebben wel een heel klein vijvertje om mee rond te zwemmen. Het zijn er 6. 6 kikkervisjes in 1 schattig plekje. Wat ik vind het leuk, jongens. Dat vind ik gewoon leuk. Doen we hier ook van die kettingen? Alleen kom ik net niet bij. Zo. Kunnen we deze lanterns hier gewoon even weghalen? Want dat zijn van die overbodige lanterns. En dan aan de binnenkant wil ik ze ook even verplaatsen. Want die hangen ook niet meer heel mooi dan hier. Dan nu, jongens. Nu we dit dak, het randje van het dak in ieder geval erop hebben gezet, wil ik denk ik even mijn eiland uitbreiden. Want hij voelt zo klein. Ik heb voor mijn gevoel zo ontzettend weinig ruimte. Dus laten we even kijken of we in ieder geval hier misschien, want dit is de voorkant, even wat meer ruimte kunnen creëren. Want het is gewoon heel krap. Moeten we wel wat extra dirt en gras hebben. Alleen ja, dat is dus weer het ding. Dat heb ik niet meer echt. En ik heb ook geen geld meer. Robin, ik heb nog maar 600 euro. En jij hebt 200.000. Dat vind ik oneerlijk. Maar wat wil je nou dat ik doe dan? Ja, mij gunnen. Ja, en dan? Dan heb ik dirt voor mijn eiland. Ja, weet je Max, soms gaat het leven nou helemaal niet over roosjes. Nee. Maar over geld. Ja, dat klopt, ja. En nu heb ik niet zoveel plek om uit te breiden. Dus dan moet ik maar een beetje improviseren. Nou, op zich, voor nu heb ik misschien nog wel even genoeg deurtje, jongens. Het zit wel even goed. Hier, kijk, we hebben nu even al iets meer ruimte. We hebben het een beetje rond gemaakt. Ziet er ook al wat leuker uit. Dat het in ieder geval een beetje rond eruit ziet. En ik denk dat ik de bomen toch allemaal weghalen. Want het verstoort de rust. Het verstoort heel erg de rust. Hoe staat het bij jou voor, Robin? Wat ben je allemaal aan het doen? Ik ben eigenlijk op het moment een beetje druk bezig met het bekijken wat voor steunpilaar ik voor mijn bovenkant ga doen. En ik heb nu 2 opzetjes gemaakt. Ik vind het allebei heel raar uitzien. Ja, maar wel op zich ook wel weer goed, of? Ja, nee.
Nee. Het ziet er niet goed uit. Nee, vind ik niet. Het ziet er heel gek en random uit. Misschien als ik uiteindelijk een groter geheel heb hier. Ik ben heel blij met die koeien, maar ik word er echt moe van. Met al dat gemoe hier. Je wordt er moe van. Ja, zo bedoelde ik hem niet. Leuk dat je het zo interpreteert, want ja, het kan wel. Je wordt moe van. Nee, ik moet even goed uitzoeken hoe ik dit ga doen. Ik ga er even over nadenken. Zoals het goed is, zijn dat alle bomen. Hey, wat is dat? Nee, dat zijn niet alle bomen. Ik zie daarachter nog een boompje. Die gaan we even pakken, jongens. We moeten wel alle bomen weghalen. Ja, deze boom hier hoort er ook bij. Ik geef nu al wel heel veel rust in mijn hoofd dat die bomen weg zijn even of zo. Hey, iemand heeft mijn chocobox voor 5000 euro gekocht. Dan heb ik eindelijk weer een beetje geld. En hoppa, de bomen zijn officieel weg, jongens. Wat een verschil. En dan kunnen we eindelijk nu een beetje zelf de natuur bepalen. En nu kan je het huis ook gewoon een beetje zien. Dat konden we helemaal aan het begin totaal nog niet zien. Nu zien we pas wat voor mega villa we eigenlijk hebben. Oh, ik kom niet echt goed uit mijn woorden. En nu ik het zo zie, denk ik dat ik ook eigenlijk dit nog wel dicht wil gaan bouwen met bepaalde blokken. En daar dan glas ga doen. En dan misschien zelfs... hardlopen even omhoog. Dan misschien zelfs dit weghalen, dit tuintje hier. En daar ook gewoon hout van maken. En dan hier een daadwerkelijke verdieping hebben of bouwen waar ik iets aan heb. Laten we dan nu in de shop even wat dirt en gras kopen. Nou, vooral dirt. Laten we gewoon een en al dirt kopen, zo. En dan het eiland daadwerkelijk even groter maken. Gewoon echt een stuk groter. Zo, ondertussen heb ik in ieder geval het gat wat ik zei dat ik ging maken, heb ik ook aangekleed met wat sters. Oké. Ja, mooi hè? Ja, ziet er goed uit. Ik heb geen idee, ik zie niks. Nee, ja, dankjewel. En dan nu, ja, moet ik toch echt kijken. Ik heb het trouwens ook ietsjes kleiner gemaakt, want hij had een hele rare vorm. En nu is die wat directer, wat meer gecentreerd. Ja, en nou moeten we nog een aankleding hier doen. En dat wil ik eigenlijk gaan doen met leuke natuur, leuke bosjes. Maar ik wil hier ook wat nuttigs mee gaan maken. En dan moeten we gaan nadenken, want boven hebben we nu de cobblestone generator. Die zit hierboven in het huisje. Dus dat wordt ook een beetje, ja, het smeltgebied en, hoe moet ik dat noemen? Weet je, het werkstation. En dat is daarboven. Daarboven ga je naartoe als je naar het werkstation moet. En wat ga je dan hieronder doen? Ik denk dat ik hieronder een beetje, toch een beetje een farmgebied wil gaan maken. En daarvoor hebben we wel wat water nodig. Die hebben we nog boven, als het goed is. En daar ga ik dan, ja, wat verschillende crops op. Crops noem je het toch? Ja, crops. Toch, Max? Of zeg ik nou dat? Ja, ik denk dat. Ik denk dat je crops bedoelt. Ja, nou ja, dat bedoel ik dan inderdaad. Maar dat gaan we dus hier doen. Ondertussen zie ik dat al mijn koeien zijn gespand in één koe. Dat vind ik veel fijner, want nu lopen er niet random koeien allemaal rond. En nu is het gewoon één keer drie koeien. Dat klinkt heel gek, maar het is wel zo. Ja, spant er ook eigenlijk wat bij jou, Max? Of? Nee, ik ben heel eenzaam. Een paar kikkers, maar die hebben volgens mij zelfmoord gepleegd en zijn de void ingesprongen. Aha. Dus ik denk het niet, eerlijk gezegd. Oké. Okay. Maar het begint er wel leuker uit te zien dat ik hem nu even zo groot uitbreid, jongens. Dan is het zo anders al hier. Laten we dit ook even weghalen, al die gekke bosjes en zo. Oh nee, de tadpoles leven nog, Robin. Ik heb 8 kikkervisjes. Ze zijn er nog. Ja, maar je had ook kikkers, zei je. Ja, die zijn waarschijnlijk dus naar beneden gesprongen. Aha. Die vonden het eiland niet zo leuk, denk ik. Oké. Ja, dat kan dan. Er is ook ineens een varken op mijn eiland gespand. Max, ik heb gewoon al een farm op mijn eiland aan zich, weet je? Ik snap dat niet. Hoe kan dat? Hoe kan alles bij jou spannen en bij mij helemaal niks? Alleen kikkervisjes en dan kikkers die zelfmoord willen plegen. Ja, ik snap dat je dat niet op jouw eiland wilt, weet je? Ja, ik vind het eigenlijk wel prima. Ik vind het wel lekker rustig. Ja. Ja. Maar ja, ik ben zo meteen zelfvoorzienend en jij niet. Ja, dat klopt. Ja, wat wil je daar nou mee doen dan? Gewoon, ik koop voor alles. Maar je hebt geen geld, zei je. Nee, maar dat komt wel goed. Ik regel wel wat. Ik ben een man met een leuke... Ik heb 100.000 euro gekregen van Leon. Nou, dat bedoel ik, jongens. We kopen wel alles. Wat een timing. Ik zeg het en ik krijg in één keer 100.000 euro van Leon. Leon, je hebt echt gewoon mijn argument hier heb je versterkt. Je hebt mijn reden waarom ik deze Skyblock speel gewoon verdubbeld. Dit is het gewoon. Nu zijn we nog steeds niet zo rijk als Robin. Hoe nog de kan dit nou maar weer? Maar ik kan hier zoveel dirt van kopen. Leon, hier gaan we veel dirt van kopen. Hoppakee, kijk, dan kunnen we gelijk mijn hele eiland weer vullen. Hij zegt, aha, veel plezier. Dankjewel, Leon. Dikke shout. Nee, ja. Geef me gewoon even 100.000 euro. Komt goed, zeg ik wel even. In de hoop dat. Dat hij jou ook wat geeft. Ja, kijk, weet je, kijk, als je A zegt... Nee, ik ook niet. 100.000 ontvangen van Leon, kijk. Ja, Leon, dit kan niet, hè.
kan niet, hè? Ondertussen, dames en heren, hebben we een pad hier beneden aangemaakt. En dat pad, dat hebben we hier gemaakt voor... Oh, wacht, ik moet eerst even Leon bedanken trouwens. Leon... Ik wou dat zeggen, je bedankt hem niet eens. Hartstikke bedankt. Hier gaan we wat leuks mee doen. Dankjewel, Leon. Hartstikke bedankt. 336.000, dat is meer dan dat ik mee begon volgens mij vandaag. Jemig, hé. Dus dat is mooi. 200.000 van Leon gekregen, dankjewel. Leon, dit kan niet, hè. Moet naar mij. Kijk, en zo doen we dat. Zo onderhandelen we. Nee, zo onderhandelde doe je dat jij troggelt hem af. Kijk, hij gunde het mij. En jij moest nou weer zo nodig met je kop ertussen komen. En zijn rust verstoren. En het geld weer naar jou ja, laten maken. Ja, dat klopt inderdaad. Ik word afgetroggeld, denk ik. Ja, door Max. Door Robin. Oh, wat ben ik blij, jongens. Kijk hoe leuk mijn huis eruit ziet. Dit ziet er toch goed uit. Moet je nou kijken. Dit wordt echt uiteindelijk... Jongens, vertrouw me. Dit wordt de megatoren. Dit gaat hoog worden. Waarom wil je een hoge toren maken, weet je wel? Kijk, dat snap ik niet. Kijk, wij maken allemaal mooie natuur. En wat gaan we hier nou mee doen? Jullie zien het hier. Er is een vogeltje spant. Sorry dat ik je onderbreek, maar er is een vogeltje spant. Zie je, er spant toch wel wat bij jou. En maar hij het is naar een de kikkervisjes aan het kijken. Hij is oprecht geïnteresseerd in de kikkervisjes. Dat doet hij, heel leuk. Wat gaan wij doen? Wij gaan een beetje natuur aanbrengen hier. Dus wat gaan we hier toevoegen? Robin, nee, Max, ik ben even bezig. Dit vogeltje is geïnteresseerd in de kikkervisjes hier. Ja, die wil ze opeten, Max. Helemaal niet. Kijk nou, kijk dit. Hier is gewoon echt aan het kijken wat die kikkervisjes aan het doen zijn. Ik ga jou temmen. Jij gaat van mij worden. Ik heb 4 seeds. Ik hoop dat het genoeg is. Kom op. 1, 2. Ja, 2 was al genoeg. Oh, wat ben jij goed, vogeltje. Kom op mijn schouder. Jij mag naar Sjors toe. Jij mag Sjors gezelschap houden. Kijk, perfect plekje voor jou. Ga van mijn schouder af. Ja, zo. Hier, ga zitten. Dan mag jij op de cake zitten. Dan hebben jullie samen jullie nestje. Robin, hoe moet ik hem noemen? Pieter. Pieter en Sjors. Weet je, Pieter, ik vind het een leuke naam voor jou. Kijk jongens, ondertussen gaan wij €69.420 ontvangen van Leon. Dat betekent dat Max veel meer heeft gekregen dan ik. Maar we zijn er alsnog wel blij mee, moet ik zeggen. Kijk eens, wat een mooi getal. Dankjewel, Leon. Dit gaat naar een goed doel. En het goede doel is mijn eiland. Dat bedoel ik maar even. Dat bedoel ik maar even te zeggen. Zeg, portemonnee. Dit bedoel je zeker? Nee, Max. Ik bedoel daarmee de natuur. Want ik geef om natuur. En natuur, dat staat... Zo. Dat staat. Laten we, ik ga even allemaal bosjes weghalen. Ik wil even gewoon rust in mijn hoofd hebben hier op de tuin. Ja, en ik wil dus bosjes plaatsen. Kijk, weet je, jij bent een natuur. Naar ik doel ben een eiland natuur. Met deur toevallig. Nee, natuur. Natuur. Kijk, ik heb hier nu allemaal bomen. Kijk, je zou zeggen, weet je, je moet bomen, daar moet je voorzichtig mee zijn. Daar moet je, nee, ik niet. Wij zorgen ervoor dat de natuur hier zijn gang kan gaan. En ik zeg, denk ik, ik weet niet hoeveel ik al natuur heb gezegd vandaag. Ja, best wel veel volgens mij. Volgens mij ook best wel veel, maar dat is nou eenmaal de natuur. Ja, hou nou op. Ondertussen plaatsen we ook even wat boommeel. En dan gaan we straks wat leaves plaatsen overal. En dan gaan we dus hier in het midden gaan we wat verschillende crops gaan we plaatsen. Ik denk dat we gaan voor... waar zullen we voor gaan? Ik denk carrots, wheat, meloenen en Max mag de vierde bedenken. Wat was je vraag? Ik was niet aan het opletten. Wat voor gewassen wij gaan gebruiken? Beetroot. Wat is je lievelingsgetal? 500.000. Ja, dat zou ik ook zeggen, ja. Dat zou ik ook zeggen. Ah, wacht. Max, nee, zo kunnen we echt niet zijn. We pakken al zijn geld af. Dan geef ik aan het einde van de aflevering allemaal aan hem terug. Hey, de kikkers zijn... Het zijn 8 kikkers. Het zijn 8 kikkers geworden. Robin, en nu ben ik benieuwd wat die kikkers doen. Of die echt zo suicidaal zijn als wat we denken. Ja, dat hoop ik niet voor je. Kijk, ik heb van Leon 1, 2, 3, 4, 5, 6 ontvangen. Nou, dat is de bedoeling. Niks. Nee, natuurlijk niet. Beunholz hier die zegt, ik heb nog maar €560. Geef jij hem eens even 300.000 dan. Ik heb €234.000 gekregen van Leon. Leon, je hebt 527.000. En jij hebt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, hoeveel heb jij... Hoeveel heb 500.000. 28.000. Nou, ik heb 500... Oh, nu is er geld op. Nou, dan ga ik het terugbetalen. Ik betaal is Leon 400.000 terug. Lievelingsgetal. Dan betaal ik hem 100.000 terug. Ik heb Leon weer 100.000 verzonden, want... Ik heb hebben al zijn geld opgemaakt. Dat is niet helemaal de bedoeling. Nee, daarom. En nu één serieus getal. 8. Het lievelingsgetal van Beunhazy is 8. Dat betekent dat wij hem gaan geven... 1, 8, 8.
888. Is dat mooi, Max? Ja, prima getal. Dat is prima. Prima getal. Ik heb 188.000 verzonden naar Beunhalsie. Ik heb trouwens zomaar paarden heb ik weggehaald. En er lopen nu nog hier 8 paarden rond. Maar dat is een heel ander paarden, maar, of paarden? Ja, padden. Valken! Hallo! Het is logisch toch dat die varkens op jouw eiland spannen? Ja. Dat zoekt gewoon een beetje, dat is de natuur die zichzelf opzoekt. Oké, ik ga in de tussentijd nieuwe paarden maken, jongens. En ik ga deze keer iets georganiseerder doen. Dat vind ik leuk. Ik wil het een beetje netjes hebben allemaal. Het is namelijk op het moment heel... ik vond het een beetje te rommelig allemaal. Dus wat we gaan doen, is we gaan het heel... Ja, dat was nogmaals natuurlijk. Of nou niet natuurlijk, heel systematisch gaan we het bouwen. Ik denk dat het namelijk een stukje leuker is. Kijk, zoals dit in ieder geval. Dan wachten we even tot dit allemaal... Oh, wacht trouwens. Ik heb gewoon gras bij me. Dan gaan we gewoon even versnellen dit proces. Pakken we even wat... Oh, de verkeerde kant van het huis. Moeten we hierheen. Voordeel is dat ik wel heel veel jungle leaves heb, jongens. Kijk, dan kunnen we hier namelijk gewoon zo netjes doen. Zoals dit bouwen. Naar kantkikkers. Niet eerst bij de spawners krijg je iets, Robin of Max. Slash span. Nou, dit vind ik oneerlijk. Dat jij dat eerder zag dan ik. Ik ben er. Ja... Een emerald set van Leon. Een hele shulkerbox met... Oh, natuurlijk. Oh, dat is natuurlijk van zijn emerald rank. Thanks. Woehoe. En dat betekent dat wij... Maar de, oh, ik heb een leuk idee hiermee. Wat we namelijk hebben gekregen is... zo... Wat? Ja, Max. Ik heb zojuist 63 steak gekregen. Ja? 5 notch apples. Notch apples? Een fully enchanted emerald de armor set met allemaal mending, protection en weet ik veel wat allemaal. Oké. Een emerald sword met mending, sharpness en unbreaking. Efficiency 5 pickaxe, et cetera. Ja, dat is toch wel mooi. Nou, je weet je wat we daarmee gaan doen? Ik heb spulletjes gekregen. Ja, en een boog. Weet je wat we hiermee gaan doen? Nou? Ik ga die tools omruilen met mijn tools. Want ja, dat hoort natuurlijk. Mm-hmm. Ik doe mijn armor doe ik daar dan ook in. En dan gaan we deze jokerbox met de 10 steek gaan we aan een random persoon weggeven. Ah, dat is leuk. Ja, dan heb ik allemaal betere spullen. Ja. En dan heeft iemand anders een leuk cadeautje. Nou, leuk toch? Ja. En dan voor jullie, kijk eens thuis jongens, ik heb even een probleempje. Ik heb nu dit hier gebouwd, het ziet er allemaal even wat leuker en netter uit hier. Wat willen jullie dat ik hier bouw? Ik dacht zelf aan, misschien... Dat we hier gewoon water in doen. Dat het een soort vijvertjes. En dan kunnen we daar misschien leuke visjes in doen en zo. Of ik blauw hier gewoon allemaal gras. Dat ik het boommiel. Of een boom. Dat ik hier gewoon een mooie eigen gemaakte boom maak. Een strak omhoog gebouwde boom. En hier ook dat het even iets netter uitziet. Hier wil ik een leuk pleintje maken. Met misschien een fonteintje in het midden en zo. En dan hier. Maar dan moeten we het nog iets verder uitbreiden daarvoor. En hier gewoon een mooi randje. Waardoor we er niet af kunnen vallen. Maar dat is iets wat wij gaan doen in de volgende aflevering. Nu alweer? Ja, en hetzelfde voor jouw dingetje, Robin. Jouw dingetje weg en aan het kijken. Dat gaan we doen in de volgende aflevering. Ja, en wat ik hier nou nog eventjes ga vertellen... is dat ik hier nu allemaal overal gaten heb gemaakt. En waarvoor zul je denken... ja, ik moet natuurlijk wel die crops allemaal plaatsen... of die gewassen allemaal plaatsen. En wat we dan doen is... ik heb hier heel even een unlimited water source gemaakt. En dan kunnen we heel even overal wat water in plaatsen. En dan kunnen we dat hier ook mooi onder weer gewoon... ja, weer netjes. Ja, niet op deze manier. Dan moet ik natuurlijk wel gewoon eerst omhoog zwemmen... voordat ik dingetje eronder plaats. Maar dan hebben we overal wat water. En dan kunnen we dat overal doen... zodat die crops ook echt gaan groeien. Want ja, zonder water kan dat natuurlijk niet. Maar dat is dan ook iets voor de volgende aflevering. Ja, dank jullie wel voor het kijken naar deze video, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Het begint te regenen. Dat is nou heel spijtig. Reageer even in de reacties. Voor welk team jij bent, ben je nou voor team? Dit is Robin. Voor team Robin of voor... Team Wanhoot. Je mag zelf kiezen. Laat het dan even weten in de reacties. Dankjewel voor het kijken. En dan nu... Kijk lekker deze video. Dat is namelijk het vorige Skyblock deel. Heb je deze nou gemist? Moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date over alles wat er gaande is. En dan nu spreek ik later. Glaasje water. Tot de volgende keer.